Hallo, lievelingsschatten. Het is maandag vandaag en ook 9 uur 's avonds. En ik ben de hele dag vergeten te vloggen. Maar jullie gaven aan al heel vaak dat jullie meer wilden zien over mijn werkweek of mijn werkleven. En eigenlijk heeft het twee redenen dat ik dat misschien minder vaak laat zien. Eigenlijk drie. Of ik ben met dingen bezig die nog niet per se naar buiten kunnen. Dat was in het geval van Linda Meijden vaak zo. Of ik ben gewoon zo druk dat ik het vergeet. Of ik denk dat het zo saai is dat ik het niet film. Want ik zit gewoon achter mijn laptop te typen. Ik wilde in ieder geval sowieso een week vlog bij elkaar filmen deze week. Dus ik dacht misschien lukt het me wel om het op werk in te steken. Dus wat ik gewoon eens ga doen is even mijn kalender erbij pakken voor deze week. Mijn agenda in Google Calendar. En jullie te vertellen hoe een week er nu op maandag in ieder geval uitziet. En dan kunnen jullie ook meekijken wat er dan van terecht komt. Of hoe die dingen er dan in werkelijkheid aan toe gaan. Vandaag ben ik volgens mij om 8:30 begonnen. Ik begin vaak thuis met werken en dan werk ik een uur of twee thuis. Dan heb ik even rust in mijn hoofd en ben ik alleen en dan kan ik me het beste concentreren. En dan ging ik eerder altijd naar kantoor waar we dan met Evie zijn die voor mij werkt. Die hebben we in dienst. Een stukje voor atelier en een stukje om mij te ondersteunen bij social media projecten en agenda management en dat soort dingen. Die is sinds kort in dienst. Super cool. Onze eerste werknemer. Ik ben al 12 jaar zelfstandig en ik heb nooit iemand in dienst gehad. En Evie werkt al 3 jaar of zo voor mij, dus het was echt wat tijd. Of 2 jaar of zo. Eigenlijk steeds als bijbaantje naast haar studie. En nu is ze net afgestudeerd. Dus het is ook haar eerste baan. En dat vind ik zo ontzettend leuk. Ik herinner me mijn eerste baan namelijk nog heel goed. Het heeft zoveel indruk altijd gemaakt. Ik begon toen ik 20 of 21 was als junior features editor bij het tijdschrift Elle. En dat houdt in een makkelijker woord in dat je schrijver bent. Ik deed veel interviews. Eigenlijk altijd real life dingen. Dus interviews met mensen over hun kledingstijl. Of die rubriek dat we bij mensen thuis kijken in hun woning en in hun kledingkast. Dat soort interviews deed ik veel. En mijn achtergrond is ook journalistiek. Mijn eerste bijbaantje was bijvoorbeeld bij het communicatiebureau van Wil, mijn vader, waar ik teksten moest intypen en uitwerken en dingetjes moest controleren op spelfouten en dubbele spaties en dat soort dingen. Dus het zat er al vroeg in. Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, en ik vind het gewoon heel bijzonder dat wij, Jordi en ik, nu de kans hebben om ook iemand zo'n eerste ervaring te geven. Want het is echt een big deal en helemaal in coronatijd om dan een baan te krijgen in plaats van net als ook heel veel mensen je baan te verliezen. Dus ik voel me heel gelukkig dat we dat kunnen doen. En ik wil er ook echt alles aan doen dat zij zich fijn voelt bij ons. En op haar gemak. En dat ze zich gestimuleerd voelt en gezien voelt. En dat ze kan groeien als professional en zo. En dat we haar genoeg belonen en complimenten geven. En nieuwe skills leren waar ze weer verder mee komt en zo. Ik vind dat heel leuk. De sfeer is heel positief op kantoor. Dus dat is ook heel fijn. We hebben twee hele leuke, lieve, goede stagiaires, Lisa en Aglaya. En hallo, als jullie het kijken. Goede test of ze de vlog zouden kijken. En die werken ook zo hard en zijn zo leuk. En het is echt good vibes en iedereen is met een soort eigen stukje bezig. Dus dat voelt heel goed. De camera zoomt heel erg in als ik film. Ik weet niet hoe ik dat uit moet zetten. Ik heb dus die nieuwe Sony waar ik echt dolblij mee ben. Maar ik heb per ongeluk de gebruiksaanwijzing weggegooid. Omdat ik een hekel heb aan papieren dingen. En ik wil alles altijd weggooien. Tot de grote ergernis van Jordi. Maar die heb ik dus meteen bij het grofvuil gemieterd. Dus nou ja, dat zal online ook wel allemaal ergens te vinden zijn. Maar moet ik nog even induiken. Hij zoomt dus heel erg in als ik ga filmen. Misschien kijkt er wel iemand die deze camera ook heeft. Deze heet de ZV-1. Als je weet hoe dit werkt, let me know. Ik ben echt de minst technische persoon op aarde namelijk. Zoals ik al zei is het nu dus 9 uur 's avonds en ik ben nog met mijn laptop op de bank aan het werk. Het kwam de laatste tijd niet super veel voor dat ik 's avonds of in het weekend nog heel veel werkte. Als Jordi het daar niet mee eens, dat zal ik hem zo meteen wel even vragen. Want hij zegt dan van ja, maar jij gaat dan nog
Instagram comments beantwoorden en DM's of een Q&A doen of foto's editen en dat is ook werk. En dan denk ik, oh ja, dat is ook werk. Ja, dat doe ik wel altijd 's avonds nog en in de weekenden. Maar nu ben ik echt werk aan het doen. Ik ben bezig met input voor de grafische ontwerpers voor de pop-up shop van Atelier. We hebben tussen 10 en 15 november een pop-up winkel in de Negen Straatjes. Slechte timing, maar goed, we wilden maandenlang al iets doen. We hebben toch die ruimte gehuurd. We kunnen niet meer terug. We gaan er gewoon iets geweldigs van maken. We hebben echt het beste team van designers en conceptdenkers. En het beste team van productie en een idee tot leven laten komen. Het wordt echt heel mooi en we hebben het helemaal coronaproof ingericht. En het wordt eigenlijk meer een pick-up shop dan een pop-up shop. Ik neem jullie even mee in hoe een week er voor mij ongeveer uitziet. Te beginnen krijg ik hier echt zware stress van. 140 ongelezen e-mails. Oh my god, I can't handle. Heftig. Oké, wat hier bijvoorbeeld allemaal in staat. Vandaag was ik eerst thuis. Toen had ik op kantoor een evaluatiegesprek met Dyson, waar ik veel mee samenwerk. Dat was via Zoom en daar waren we denk ik iets van een uur en een kwartier mee bezig of zo. Het was een heel leuk gesprek en heel positief. En ja, het is gewoon een super mooie partij natuurlijk om mee samen te werken. Want alle producten die ze op de markt brengen, daar droom ik echt van dat ik die alleen al gewoon mag gebruiken en mag testen. En dat we dan ook nog echt samenwerken op creatieve ideeën is gewoon super gaaf. Dus dat is echt een hele mooie partner. Daarna was ik even met dat grote pop-up shop document bezig. Toen ben ik naar een geweldige nieuwe flagship store van Rituals gegaan. Heel gestoord. Een enorm pand. Dat is echt niet normaal. Daar kregen we als een van de eerste de rondleiding. Toen had ik om 4 uur een Zoom call met Kim en Sandra. Die aan het designen zijn voor de pop-up shop. Toen heb ik heel even het kantoor georganiseerd, een kwartier, want het was echt niet netjes genoeg en dan kan ik me niet concentreren. Toen heb ik thuis gegeten en nu ben ik verder aan het werken aan de pop-up. Morgenochtend heb ik om 9:30 een call met Eva van Legency om door alle lopende projecten heen te lopen. Daarna ben ik 2 concepten aan het fine-tunen die ik 's middags ga shooten in het Hoxton. Ook is er een deadline voor een video waar een klant nog feedback op moet geven die we nog moeten verwerken. Dus dan ondertussen probeer ik daartussen te schakelen, een editor te pakken te krijgen en dat tot een precies goed eindresultaat te leiden. Uur, letterlijk. En ik ben klaar. Ik ben nu ook niet meer helemaal helder, dus ik leg mijn computer nu weg en dan ga ik morgenochtend weer aan de slag. Het is nu 11:45 en ik heb gedoucht en ik was al in bed, maar ik ben toch weer uit bed gegaan om nog dingen op te schrijven die in mijn gedachten zitten en daar een to-do-list van te maken. Vooral met dingen die ik aan andere mensen moet vragen. Bijvoorbeeld wanneer de editor nog een aanpassing kan maken in een IGTV. En een andere IGTV die nog niet helemaal af is, wat daar de status ook weer van is. Wanneer ze deze vlog kan editen. Als ik er bijvoorbeeld tot en met vrijdag mee film. Maar ook aan Lena een vraag over een project. En aan Eva een vraag over mijn planning nu de een en ander verschoven is. Daar zitten allemaal dingen van in mijn hoofd. Dus eigenlijk wil ik daar nu mee verder, maar ik moet gewoon gaan slapen. Good morning! Ik heb een gezichtsmasker al op gehad, dus mijn huid is helemaal glowy. En ik ben vanaf 8:00 aan het werk. Ik ga vandaag 2 projecten fotograferen en ik ben nu aan het uitzoeken wat allemaal mooi bij elkaar kleurt voor op een foto. Dat ziet er nu ongeveer zo uit. Een vrolijk lila, roze, groen, blauw feest. Hallo, hallo! Ik ben nu in het Hoxton Hotel, een van mijn favoriete plekken in de stad. Waar ik al jaren kom, ofwel om
te lunchen, te dineren, tussendoor koffieafspraken te doen, zelf lekker te werken, heel soms ook te slapen als ik echt geluk heb. En soms ook om te shooten. Dat is vandaag ook het geval. En ik moet zeggen dat het zo fijn en inspirerend voelt om weer even op zo'n mooie plek te zijn die iets anders is dan je huis of je werkplek. Dus dat is heerlijk. En ik weet dat ze hier ook een aanbieding nu hebben waarbij je voor €149 volgens mij een nachtje hier kunt slapen. En er zit dan ook een dinervoucher in van €50. Dan kun je dus lekker op je kamer iets eten. Dus mocht je nog een heel bijzonder avondje uitzoeken dat helemaal volgens de coronarichtlijnen is, dan is dit misschien wel een mooie tip. Ik zit er wel over na te denken in ieder geval. Maar vandaag ben ik hier om te werken. Ik ben namelijk in deze prachtige badkamer waar ik wat beauty dingen ga fotograferen en filmen. Ik heb nu helemaal geen make-up op. Ook wel eens lekker. Heel lekker nieuw vestje aan ook van, waar is die ook weer van? Cézanne. Frans merk. Toch wel echt een van mijn favoriete kleuren aller tijden. Dus dat is de planning. Jordi is er ook, die gaat me even helpen. Dus dat is chill. Wat ik vandaag ga schieten is iets voor L'Oréal. Voor een ampullenkuur is dat. Met een heel geconcentreerd serum. En iets voor Naïef. En ondertussen ben ik ook een shoot voor morgen aan het preppen met Nicole voor het platform Avail. Dus er loopt veel door elkaar. Hallo, hallo, hallo. Na het hoogsten ben ik meteen doorgegaan naar pedicure, omdat ik morgen een shoot heb voor Avail en daarvoor heb ik alleen maar open schoenen. En ik had nu zelfs mijn teennageljellak eraf getrokken. Zo erg was het eraan toe. Dat heb ik dus even op laten knappen tussen 7 en 8. Tussendoor heb ik snel even iets gegeten op straat. En nu ben ik een IGTV voor Dyson aan het uploaden. Ik heb thuis heel langzaam internet. Ik zet jullie even neer. Sort of. ik heb thuis heel langzaam internet, dus dat duurde echt een eeuw. Maar hij staat nu online. Ik vind video's altijd een beetje spannend, want dan kun je niks meer aanpassen of doen. Ik heb even een gezichtsmasker op en dan ga ik zo mijn spoeling in mijn haar doen, waar mijn haar weer iets feller rood van wordt. Ook voor een shoot morgen, dat moet denk ik 20, 30 minuten intrekken. Dan ga ik spullen pakken voor de shoot van morgen en dan... Eigenlijk moet ik nog door wat content heen die ik voor L'Oréal heb gemaakt. Maar een van de foto's heb ik toch het gevoel dat het beter kan. Omdat het zo'n donkere dag was vandaag. En het licht is gewoon niet echt heel goed. Dus daar ben ik nog niet... Nou ja, kan misschien beter. En ik ben echt een perfectionist. Dus ik kan dat dan niet loslaten. Dus ik denk dat ik wel tot 1:50 bezig ben. Het is nu 9:50. Check even de eerste paar reacties op de video en dan ga ik douchen en daarna ben ik misschien weer een beetje wakker en dan kan ik nog even doorwerken. Het is 12:00, ik ga mijn haar uitspoelen en slapen. Hallo! Ik ben op kantoor bij Lena, bij Legency, eigenlijk al de hele dag. Nou, vanaf 1:00 of zo. 'S ochtends heb ik thuis even wat dingen weggewerkt met Evi. En nu ben ik bij Leen. En het kantoor is helemaal leeg. We kunnen heel goed afstand houden, dus dat is heel chill. We zijn een beetje samen aan het werken en ook samen aan het brainstormen hier en daar. We hebben een hele lekkere wandeling gemaakt door de stad. Om even te fine-tunen van wat wil ik eigenlijk de komende tijd allemaal gaan maken. Hoe kunnen we een podcast van de grond krijgen? Wat zijn dingen die ik heel erg voel en misschien nog zichtbaarder wil uitdragen? Hoe kan ik bijvoorbeeld nog meer bepaalde ideeën of missies die ik heb voor andere vrouwen uitdragen? Of vrouwen nog wat verder helpen met bepaalde doelen die ze hebben of wat gelukkiger maken? Dat is toch wat mij altijd het meest blij maakt. En ja, daar zou ik graag meer tijd aan besteden en focus op hebben. Dus daar gaan we nu even een soort... hoe noem je dit? Wat gaan we nu doen, Leen? Eigenlijk even inzichtelijk maken wat we net hebben besproken tijdens onze wandeling. Mijn grote vellen en alles in kaart
kijken naar wat zijn nou echt de belangrijkste hoofdpijlers, wat zijn weer de bijpijlers die ook in het account terug moeten komen. Kijk naar de planning. Welke merken werken we dan ook weer mee samen? Hoe zit dat in de mix? Ja. En ook onderstrepen die heel goed de doelstellingen die we zelf hebben. En welke keuzes maken we erin voor het volgende jaar? Ja. Ja. Nice. Dat. Hier lekker zitten. Vanochtend zijn jullie en ik naar kantoor gegaan. Toen hadden we een belafspraak met IKEA. Want het nieuws dat jullie en ik een huis hebben gekocht is eindelijk online. En daar ga ik nog heel veel over delen de komende tijd. We hebben nu een afspraak gehad om onze kledingkast helemaal uit te tekenen. Die we dan kunnen bestellen. En waar we hele mooie deurtjes van AS Helsingo op gaan zetten. Dat is een Scandinavisch bedrijf dat helemaal frontjes op maat maakt. Voor IKEA binnenkanten van keukens en kasten en dat soort dingen. Super cool. En nu zijn we iets heel sicks aan het doen. Waar ik echt helemaal gewoon hyper van ben. Want we hebben net een plukje van een nieuwe levering van Atelier binnengekregen. Atelier is het tech accessoire merkje dat ik een tijd geleden begonnen ben. En waar Jordi nu ook aan werkt. En we hebben twee hele mooie, geweldige nieuwe klanten. Die onze producten in de winkels gaan leggen, namelijk de Bijenkorf en Urban Outfitters in Europa. Dus in Londen, in Parijs. En ik kan het gewoon mentaal gewoon niet aan dat de winkel waar ik al jarenlang altijd naartoe ga als ik in de stad ben, zowel de Bijenkorf als Urban, dat daar gewoon mijn eigen merk ligt. En ik kan gewoon al weken niet van slapen van de geweldigheid. En het is zo jammer dat we niet nu met ons teampje naar Londen kunnen of zo om het te zien. Maar ik hoop gewoon dat deze eerste test goed gaat en dat we er dan nog heel lang liggen en dat het dan ooit komt. Maar zo spannend en we zijn nu allemaal zelf al die orders aan het inpakken. Daar, dat hoort er gewoon bij als je nog klein bent. Dus de een doet één iPhone-model, de ander doet iets anders. Maar er gebeuren zulke mooie dingen. We hebben nu ook ons product heel mooi kunnen verbeteren qua stevigere ringetjes, betere gouden coating. De beige en het nieuwe zwarte kort zijn helemaal van gerecycled nylon. Er komt een korte gouden chain aan. We zijn met nog meer producten bezig die helemaal van gerecycled materiaal zijn. Ik denk dat jullie misschien wel kunnen gokken wat voor producten. We zijn ook met een pop-up winkel bezig van 10 tot 15 november in de 9 straatjes die zo gestoord wordt. Echt, oh mijn god, het heeft een soort diner fastfood concept. En we bouwen helemaal eigen muren en lila balies. En alles is zo ingericht dat je heel coronaproof door de winkel heen kunt bewegen. Ja, dat wordt echt geweldig. Dus veel dingen door elkaar, maar zo exciting om dit allemaal te zien groeien. We hebben hier een iPhone hoesje. Die worden speciaal voor ons gemaakt. En voor de iPhone 12 hebben we een mal. Zijn we nu aan het laten ontwikkelen. Dat kost super veel geld. En hebben we een bulk aan gerecycled plastic gekocht. Als een soort commitment van we moeten dit wel gaan gebruiken. En dan worden de hoesjes ook van gerecycled plastic. Als het lukt. Echt fingers crossed. Deze Amigo. Hele mooie perfecte kleur beige al vind ik zelf. Een hele mooie coole tint die echt overal bij past. Heel pretty. Met een pareldetailtje. Dit wordt allemaal speciaal voor ons gemaakt. Met allemaal dezelfde gouden coating. Dan zou je iets bijvoorbeeld met gekleurde kraaltjes willen voor het volgende zomerseizoen. Zou je meer simpele opties willen. Iets anders wat je tof vindt. Of misschien iets van leer of zo. Wat natuurlijk dan vegan leather zou zijn. Maar
ben ik ook wel heel benieuwd naar. Nou, dit dus. Hoes. Koortjes. En dat gaat dan in een winkelverpakking. Die hebben we op dit moment nog niet duurzaam kunnen inkopen. Omdat ze dat gewoon niet redden met aantallen. Onze, alles waar je een bestelling in ontvangt, wel. Van de envelop die we niet met bubbelplastic hebben. Maar met een soort kartonnen constructie. Die ook heel goed dempt. Die is helemaal gerecycled gemaakt. Ons vloeipapier, wat helemaal van gerecycled materiaal is. En met soja inkt wordt geprint. Tot aan onze stickers die oplosbaar zijn. En helemaal van gerecycled materiaal. En ook plasticvrij. En ook met soja inkt gekleurd. Dus dat zijn wel echt hele mooie stappen. Maar ja, zo moeten we toch een beetje stap voor stap dingetjes doen. We zijn dus, oké, ik ga het maar gewoon zeggen. bezig met laptop sleeves. Ik ben al jaren op zoek naar leuke laptop sleeves. En ik kan het vaak niet vinden. Laat staan van gerecycled materiaal. Dus die willen we nu zelf ontwikkelen. Ik ga nu even bellen met onze tussenpartij, onze agent als het ware, over hoe het ook weer zit met minimum aantallen en dat soort dingen. Zeg, wat je kan doen per artwork, per kleur, is minimum 300 stuks. Ja. Maar we moeten wel 2500 meter in één keer inkopen. Oh ja, dus... Ja. Maar dat kan op voorraad worden gelegd. Dus als jij zegt van, ik ga... Ik wil 3 solids en of ik doe 2 solids. En, maar in principe zegt hij wel dat het minimum per artwork, per kleur 300 stuks is. Ja, precies. Oké, duidelijk verhaal. Goedemorgen. Ik ga een hele kick-ass mega opruimdag houden. Dit zit al maanden in mijn gedachten dat ik dat wil. Jordi gaat me zo meteen naar de HEMA brengen waar ik allemaal dozen ga inslaan. Ik heb een label maker. Ik heb alle informatie uit Get Organized van Netflix in mijn hoofd zitten. Over hoe zij dingen aanpakken. Het is zo motiverend, vind ik. Hoe zij die voorraadkasten, kledingkasten, keukens, etc. organiseren. Echt satisfying. Dus, dat wil ik ook. Want ik heb eigenlijk, sinds ik met Jordi woon, hebben we wel wat meer spullen. De meeste spullen zijn natuurlijk van mij. En vanwege mijn werk komen er ook steeds pakketten binnen. En soms een enorme doos waar weer een doos in zit. Waar weer plastic of piepschuim in zit. En dan uiteindelijk zit er één mini ding in of zo. Het loopt in ieder geval heel snel over. En daar hebben we gewoon geen ruimte voor. Ik heb geen berging. Ik heb geen zolderkamertje, whatever. Alles is gewoon te zien in huis. Dus ja, dan moet het wel opgeruimd blijven. En nu is het gewoon bergen van spullen op andere bergen van spullen. En ik denk als ik dingen meer in dozen en zo heb zitten en duidelijk gecategoriseerd, dat ik daar veel efficiënter mee om kan gaan. Dus dat is mijn motivatie. Is mijn klus Ready for Action outfit een groot vest, een body voor flexibiliteit en warmte, jeans en laarzen. Om mijn lichaam heb ik het nieuwe Atelier-kort. We hebben een clean, classic zwarte kort uitgebracht en dat is ook ons eerste gerecyclede item. Het is namelijk gemaakt van 100% gerecycled nylon. Even wennen aan dat het schermpje naast de lens zit in plaats van erboven wat ik daarvoor had. Je hebt toch de neiging om steeds naar je gezicht te kijken omdat je dan tegen een mens praat. Maar daar moet ik dus even aan wennen. Dus sorry als dat irritant is voor de kijker dat ik net misschien langs jullie heen kijk. Ik probeer eraan te wennen. Ik heb nog even een outfit change plaatsgevonden. Toch even een grote sweater aangedaan. Nog net iets chiller in het organize proces. Die je ook makkelijk uit kan doen en om kan knopen. En een leren jasje van Samsu. Samsu wil ik eigenlijk echt te weinig dragen. Want die is echt prachtig. Dit kan ook af. Love it. We zijn nu in een parkeergarage bij een HEMA. We waren even in debat over of we HEMA of IKEA wilden doen. Maar... We hebben alleen maar kleine spullen nodig en dan ben je soms zo lang in een IKEA aan het zoeken en daar hadden we echt even helemaal geen behoefte aan. Alleen, ik had online allemaal dozen bij HEMA gezien in alle denkbare superformaten. Maar Jordi zegt net dat ze online natuurlijk een veel breder assortiment hebben en dat ze een soort, ja, misschien wel met derde partijen werken of zo die dat aanbieden. Ik verwar het nu met blokken eigenlijk. Oh, hij verwart nu met blokken eigenlijk, nou, either way. Dus ik hoop wel dat we hebben zo meteen wat we willen. En daar hebben we Jordi. Jordi heeft voor deze dag weer zijn petje aan van het Chinese restaurant Claypot uit New York. Tot op
heden geen groot succes. De Hema had namelijk inderdaad maar een paar doosjes. Dus ik heb echt een mini stukje van de badkamer. Kan ik nu iets mee doen? Dat doe ik dan toch maar. Maar we hadden gewoon toch naar de IKEA moeten gaan. Dat gaat mijn opruimdag. Hier mijn heerlijke labelmaker. Die dus ook labels met bloemetjes kan maken. Het is echt een feest. Bij de Hema gescoord simpele witte kaarsen. Altijd goed om in huis te hebben. En deze mooie taupe achtergrond en ribbel. Een hand sanitizertje voor onderweg. En een lint om een cadeautje aan te pakken, wat ik altijd leuk vind. Het is gewoon bedroevend. Hier nog een doos. Hier heb ik nu even handdoeken en beddengoed in gedaan. En hier ga ik dan even losse spullen in verzamelen die allemaal in dit washok zitten gepropt. En dan kan ik dat daarna weer gaan categoriseren. Het is nu echt chaos. Ik heb inmiddels dus wel heel veel dozen. Weer helemaal make-uploos hoofd en alles. Maar goed, het gaat even niet om mij. Ik ben nu op de missie om alles wat ik niet, zeg maar, on-hand nodig heb. Dus zomerkleding vooral. Dat die uit de kast gaat. En Jordi's kledingkast die nu in de slaapkamer staat. Plus wat dingen aan een kledingrekje. Dat moet allemaal gewoon in één garderobekast passen. En de ruimte moet dan helemaal georganiseerd en fijn voelen. Maar nu is het zo. Het is dus in het midden van het organized proces. Helemaal super. Lekker slaapkamertje, jongens. Ah ja, top, top, top. Helemaal super. Deze kastdeur is kapot. Het is ook het irritantste uit mijn leven ongeveer. Oh, elke ochtend. Maar nu heb ik dus eigenlijk dus alles uit de kasten. En moet ik het helemaal gaan organiseren. En dan ook heel veel plaats maken voor Jordi's spullen. Die zitten nu allemaal, wacht, ik ga weer naar deze kamer. Woep. Die zitten nu allemaal in deze kast. En dat moet er allemaal uit. Ik wil die kast met al die uitpuilende open kleding niet in de slaapkamer. Dus dat. Ik ben nu denk ik een uur bezig of zo.